daar zijn we weer. We gaan vandaag weer een verhaaltjesom, een moeilijke som en de splitshuisjes maken. We gaan beginnen met de verhaaltjesom. De vraag is, welke toren kan ik maken? Je moet eens kijken welke toren je kan maken met de blokjes die je hier ziet liggen. Dus welke toren kun je maken met de blokjes die je daar ziet liggen? Zet dit filmpje even op pauze. Ga naar schoolwerk en maak deze som. Kom daarna weer terug voor de uitleg. Oké, ik ga dus even kijken welke toren ik kan maken met de blokjes die ik heb. Ik kijk eerst naar de blokjes. Ik zie dat ik 1, 2, 3 zwarte blokjes heb en ik heb 1 wit blokje. Als ik naar de torens ga kijken, dan moeten daar dus 3 zwarte blokjes en 1 wit blokje in zitten. Ik kijk naar de eerste toren en ik zie 2 zwarte en 2 witte blokjes. Maar ik heb maar 1 wit blokje, dus die is het niet. De volgende toren heeft 1, 2, 3 witte blokjes en 1 zwarte. Maar ik heb maar 1 wit blokje. Dan kijk ik naar de volgende toren. Ik zie 1, 2, 3 zwarte blokjes en 1 wit blokje. Hey, dat is hetzelfde als wat ik hier heb liggen. Ik kan het eerste zwarte blokje neerleggen, dan het witte blokje erop en dan een zwart blokje en nog een zwart blokje. Dus dit is mijn toren die ik kan bouwen. Dan gaan we door naar de moeilijke som. De som is iets erbij 4 is 10. Jullie moeten dus uitrekenen wat er hier vooraan moet komen te staan. Welk cijfer erbij 4 is 10? Zet dit filmpje op pauze, ga weer naar schoolwerk en maak de som. Dan krijg je nu de uitleg bij de som. Iets erbij 4 is 10. Dan kun je kijken wie het vriendje van de 4 is. Want de uitkomst is 10, dus het zijn de vriendjes van 10. Wie is het vriendje van de 4? Ja, dat is de 6. Gaan we even kijken of het klopt. 6 erbij 4 is 10. Ja, het klopt. Dan mogen jullie weer terug naar schoolwerk om de splitshuisjes te gaan maken. Dit keer zijn het wel hele lange splitshuisjes, want de 9 en de 8, daar moet je heel veel invullen. Je kunt het proberen binnen 1 minuut, maar dat zou ik wel heel knap vinden als dat je lukt. Ik denk eerder dat je er misschien wel 2 minuten voor nodig hebt. Maar ga maar eens kijken en ga aan de slag met het oefenen met de splitshuisjes van 4, 9 en 8. Succes en tot de volgende keer!